De situatie ten lande is stabiel te noemen. We blijven echter nauwlettend monitoren. We zien dat de dalende trend qua besmettingen zich blijft voortzetten. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en op de intensive care blijft dalen. Hieruit concludeer ik twee zaken. 1. De getroffen maatregelen werken. En 2. U als burger houdt zich aan de regels. Dat is geweldig. Daarom zetten wij als regering de getroffen maatregelen voort. We zien hier en daar verslapping van onze awareness omtrent COVID-19. Het komt ons ter oren dat het samenscholingsverbod wordt overschreden. Mensen beginnen te feesten en overtreden het uitgaansverbod. Ik doe bij deze een dringende oproep op elke Surinamer: blijf de geldende regels en protocollen volgen. Dit geldt ook voor de regering. Dit geldt ook voor de overheid. Ook voor mij als president. Ook voor de vicepresident en alle andere leden van het regeerteam. De enorme vooruitgang die we in de afgelopen 2 maanden hebben geboekt, kan in 1 klap teniet worden gedaan. En wij willen dat niet. Let dus op jezelf en op uw naasten. Blijft u zich aan de regels houden? Het COVID-19 Quick Response Team is inmiddels actief en treedt waar nodig handhavend op. Schroomt u niet om te bellen naar het Quick Response Team op het nummer 105 indien u een overtreding van de regels constateert. Sociale controle is van eminent belang. Naar verwachting zal aan het begin van de volgende maand een sneltest operationeel zijn. Hierdoor kunnen we binnen 20 minuten, binnen 20 minuten de uitslag van een COVID-19 test hebben. Deze sneltesten kunnen eventueel op de luchthavens worden ingezet in het kader van verdere normalisatie. Landgenoten, vanaf maandag 12 oktober tot en met zondag 25 oktober gelden de volgende maatregelen. De algemene maatregelen blijven van kracht. 1. Draag uw mond- en neusbedekking. 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, altijd in acht. 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Maatregel nummer 1. Het uitgaansverbod is ingesteld van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Buiten die tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel nummer 2. Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend. Maatregel nummer 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. Maatregel nummer 4. Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden, onverkort blijven van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan. Maatregel nummer 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel nummer 6. Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Maatregel nummer 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, mits zij beschikken over terrassen in de open lucht. Verder zijn opengesteld recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of gelegenheden. Contactberoepen zoals fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops en markten. Dit alles uitsluitend met inachtneming van de geldende protocollen. Maatregel nummer 8. De grens via de lucht is uitsluitend geopend
voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Het personenverkeer is echter uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard. In al deze gevallen uitsluitend nadat de desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde autoriteiten. Maatregel nummer 9. Vluchten naar het binnenland worden hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van zorg en hulp door eventueel CASA's. Ten aanzien van de handhaving. Er is een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105.